bezig nu het tweede bakje te zetten en dadelijk klaarmaken om dit op te ruimen. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En ik kreeg hem vannacht, die lamp trouwens niet uit. Hoe, waarom, weet ik ook niet. Want hij maakte geen verbinding met mijn telefoon. Want dat gaat via een Bluetooth apparaat. En dan ga ik nu even de telefoon pakken. En dan ga ik even klaar met mijn bakje koffie zetten. Ik ga even kijken, nu proberen. Om nu ook aan te zetten. En uit. En een gordijn open te gooien. Ga ik ook doen. Ganja eten geven, ook nog. Ja, Ganja. Jij wil ook eten, hè? Wil jij zo je... Nou, weet je, je krijgt wel eten van mij. Nee. Altijd gaat hij dan met zijn pootje eraan zitten. Denk van, Ganja, maai. Dus ga ik even Ganja eten geven. Zo. Zo, niet te veel. Dit is voldoende namelijk. Dit. Dan moet hij de hele dag mee doen. En dat doet hij altijd alleen in de ochtend mee. En dan is hij smiddag sowieso gelijk in de hele ochtend op. Maar even gordijn open gooien. Oh, dat het prachtig weer gaat worden. Ik denk dat het wel minder dan gisteren is. Of vandaag is het minder, één van de twee. In ieder geval, voor mij wordt het morgen... Ik ga gelijk op mijn telefoon kijken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoeveel graden gaat worden vandaag. Even wisselen voor arm, want ik krijg last van mijn arm. En ik zie dat mijn geheugen vol is. Dus ik moet even mijn geheugen legen. Ik weet niet wat het is. Even kijken hoor. Weet je, ik ga even zitten. Kan ik gelijk even... Gelijk de vlogs even in de render op mijn computer zetten. Zo. Oh. Even camera neerzetten. Want ik wil wel weten hoe warm het gaat worden vandaag. Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. 14 graden is het nu. Maar hoe warm kan het worden? 20 graden, morgen 22. En het gaat wel stijgen. Maandag 25 graden. Dus natuurlijk van de mei vandaag donderdag. 20 graden, het is lekker. Nog even een paar gaatjes wachten, dan is het nog warmer. Bezig nu het tweede bakje te zetten en dadelijk klaarmaken om dit op te ruimen. En wat ook lekker is, is even nu lekker muziek aan van tv. De 538, waar ik heel vaak luister. Laatste tijd vooral. En... Hè? Wat is dit dan? TV ging ineens uit. Oh. En nou blijf. Nou. Jullie zagen het ook, want de tv doet apart. Ik hoop dat hij niet aan blijft. Ja, nu blijft hij aan. Gelukkig. Ik ben bezig met koffie en ik zat er ineens raar geluid. Hoor ik ineens buiten. Ik dacht, wat is dit nou? Maar daar zijn ze bezig iets met... De boom daar zo verderop. En zit zo'n tractor. Is dat van... John Deere? Nee, geen John Deere. Helaas. Daar is Enzo natuurlijk fan van John Deere. Maar het is geen John Deere. Sorry Enzo als je kijkt. Nee, want ik kijk sowieso mijn vlogs niet. Maar... En ik weet dat Enzo in ieder geval dol is op John Deere. En... Ik heb vaak wel eens met Sanne over... Auto's. Zoals auto van Don, ik weet niet wat voor auto hij nu meer heeft, maar die maakt een mooi geluid. Ik hou van altijd sowieso auto's die knettergeluid maken. Wat ik ook wel mooi om te zien, kijk ik gewoon, is Harleys. Zijn ook wel mooie motorens. En dan ben ik wel benieuwd wat voor auto's of motorens vinden jullie mooi om te horen. Laat even weten in reactie. Ben ik al benieuwd naar. Dus in de tussentijd heb ik lekker koffie gezet. En ga ik dadelijk even een wasje opruimen. Dat moet ook gebeuren. En dan klaar maar om ook te werken.
vandaag. Maar eerst even wasje opgaan. Ik heb natuurlijk een keer pizza gekocht, maar die ga ik nu even in de oven doen. Maar voordat ik het in de oven ga doen, ga ik een bordje pakken. En kan je vertellen, ik heb wat borden versleten. Drie kleine borden. Eén grote bord. En dat was het. Dus totaal 4 borden. Drie kleine, 1 grote. Wauw, en hoe ik dat voor elkaar krijg, vraag me niet. Dus we gaan nu ook lekker pizza en oven doen. Die heb ik hierin gedaan. Zoals in de koelkast. En dan ga ik die dan even eruit halen. Echt zo moeilijk. Ik zat onder te kijken van, oh, blijf staan. Al staat mijn camera misschien een beetje schuin. Maar ja, maakt niet uit. Ga ik nu even lekker deze openmaken. Ik merk wel, als ik in de koelkast heb gelegd, dat het helemaal gaat ontdooien. Wel logisch. Maar ja, dan gaan we die even eruit halen. En dan lekker zo neerleggen. Hoppakee. En dan daarna, als hij eruit klaar is, de pizza, ga ik hem even lekker snijden. Wat ik heel vaak doe. In een paar stukjes. Zo, die klinkt goed. Maar voordat we dat doen. Oké, Sandra, je kan best wel een keer even uit je hoop proberen. Oké. 200. Terwijl dat niet kan, 200. Dus doe ik het op 110. Heb ik het goed? Nee, 225. 225, ja. En 12 minuten. Dus maar ik ga hem niet 12 minuten doen. Ik ga het langer doen. Waarom? Dan is hij meer knapperiger dan normaal. En ik zit de hele tijd in de winkel te lopen. En dan denk ik, ik moet eigenlijk schoonmaakspul halen. Want mijn oven is best wel vies. Moet ik even goed poetsen, die oven. Dus laten we dat ook een keertje doen. Zo, 20 minuten. 21 eigenlijk. En dan wachten maar. En ik kan helaas geen smoothie meer maken, want ik heb melk opgemaakt. Ik kan wel smoothie maken, maar geen aardbeien smoothie meer, want die melk heb ik opgemaakt. Dus, en ik zit lekker YouTube bekijken van Enzo, die ga ik daar terugkijken. En dan gaan we ook wachten tot de pizza klaar is. En ik heb enorm trek. Ik hoor dat de pizza klaar is, joepie. Oh, ik heb er zo trek in. Maar, dan gaan we die even plank neerleggen. Ik pak altijd deze plank. De allergrootste. Waarvoor pak ik dan de grootste? Ik kan hem altijd tussen. Knoflooksaus erin leggen. Vandaar. Oh, ziet er wel super knapperig uit. Ongelooflijk knapperig. Altijd lekker. Pizza. Dus ga ik lekker van smullen. Deze laat ik even voor openstaan, voor afkoelen. En dan ga ik eerst die pizza snijden. Dan gaan we dat ook maar even doen. Dus gaan we dan even pizza snijden nu. Die is gesneden en dan pak ik nog een lekker knoflookbakje bij voor de kijker. Oh, 26 juni, dus ik kan erbij. Leg ik zo erop, gewoon. En dan, als die even mee wil werken, zo. Pak ik gewoon die pizza zo. En dan ga ik lekker van eten, deze pizza. En dan lekker YouTube erbij kijken. Leukste wat er is. Het is al bijna 11 uur. En ik heb al een tijdje gegeten, heerlijk gegeten, dat wel. Maar ik moet even ook licht aanzetten, dat is die licht die daar zit. Die ga ik even aanzetten. Die staat aan, gelukkig. En ga ik nu maar even lekker YouTube kijken. Ik ga lekker een stuk tv kijken. Ik heb zitten al een tijd eigenlijk al YouTube kijken, maar ik vind het gewoon het leukste wat er is. YouTube kijken. Dan ga ik dat nu maar even lekker doen. YouTube kijken. En ik zoek naar te denken, waar is mijn telefoon? Waar heb ik die nou? Oh. Wauw. Die had ik hier naast me zitten. Oké, slim. Maar dan ga ik nu even lekker verder kijken met YouTube. Dan is het al 12 uur geweest. Dan ga ik klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Dus wat ik ook nu ga doen is lekker gordijnen dicht doen. En lekker mijn bedje in. Oh, daar heb ik nog wel zin in. Om lekker bedje in te gaan. Want het is morgen alweer vrijdag. Wat gaat de dagen hard. Voor mij is het nou donderdag, voor jullie nu zondag als ik het goed heb.
Ja, zondag. Oh, en ik wil jullie alvast. Ik hoop dat jullie al een fijne weekend hebben gehad. Ik ga nu klaarmaken. En morgen is het zover. Overmorgen trouwens is het zover dat iemand jarig is. Maar wie? Dat ga ik nog vertellen. Iemand van Team Net Even Anders is aanstaande 2 juni jarig. En wie dat is, ga jullie binnenkort horen. Ja, want waarom ga ik het nu niet vertellen? Want ja, ik kan het nu al vertellen. Maar het is niet leuk om te verrassen. Nou weet je, ik kan het wel vertellen. Die iemand van Team Net Even Anders. Veerle is 2 juni jarig. Wat gaat het? Als u Veerle kijkt, ik wil haar vast. Het is bijna zover Veerle dat zij jarig is. En ik denk dat ze misschien kijkt. Als Veerle kijkt, het is bijna zover Veerle. Bijna jarig. En ik hoop dat je alsnog leuk je verjaardag kan vieren. En er alsnog een leuke dag kan van maken. En ik ga nu dan lekker alles uitzetten. Die ligt. Kijk of het nu wel lukt. Met mijn app. Want ik wou een keer uit mijn bed. Wou een keer mijn lamp aanzetten. Lukte gewoon niet. En ga ik nu even proberen om het nu uit te krijgen. En daarna ga ik lekker mijn bedje in. Dus. Even kijken hoor. Dan moet hij wel verbinden natuurlijk. Ik wil hem niet verbinden. Waarom nou niet? Wacht, uit en aanzetten. Het zal wel, maar ja, hij doet het niet. Maar wat ik ook nu ga doen is lekker mijn bedje opzoeken. En lekker gaan slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Gegeten met een groep. Ik ben net gegeten met een groep. Maar ik denk voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik weet niet of jullie zo'n pakjes kennen. Maar dan prik je een gat in, maar dan komt bij de andere kant eruit. Zoals hier. Ik heb dat net gehad. Wow, waarom? En ben je bang dat je gaat...